Maar laten we eerst even kijken naar wat de beste aandelen waren in het afgelopen jaar. 2017 was een prima jaar voor beleggers. Maar ook in een goed beleggersjaar zijn er winnaars en verliezers. Laten we toch maar even met de winnaars beginnen. Dat voelt wel zo lekker. Kijk maar met me mee, want we hebben een keurig lijstje. Want ASML, DSM en Aalberts deden er het best in de AIX. Met winsten van tot zo'n 40%. Voor nog meer koerswinst kon je je verzekeren bij midkapper ASR. Besi profiteerde, meer nog dan ASML, van de opleving in de chipindustrie. Maar wat het jaar omhoog vloog, was Air France KLM. Bij het instappen betaalde u €5. Als u nu uitstapt, krijgt u er bijna €13 voor. Voorwaar een goed rendement. Maar als u alsnog nu moet gaan instappen, is even de grote vraag. Laten we ook even kijken naar de verliezers, want daar zijn zo'n hele opmerkelijke uitslagen bij. Kijk maar mee naar het lijstje. Want Fugro weet niet te profiteren van de gestegen olieprijs. Vopak lijkt er zelfs last van te hebben. En Bauer Bam bouwt wel, maar niet aan uw vermogen. Uw belegging was niet veilig bij het Franse Gemalto. En zonder beweging op de beurs gaat de flow bij flow traders vooral omlaag. Maar het zwaarst weegt die €50 miljard schuld die Telecom en Altice met zich meetorst. Beleggers lijken er wel klaar mee. 2017 was een keurig beleggersjaar. 13% rendement voor de AIX en zo'n 17% als je het herbelegd dividend met hem meerekent. Dat is meer dan jou en mijn spaarrekening. Maar de vraag is natuurlijk, wordt 2018 weer zo'n goed beleggersjaar? Zit er nog meer in het vat?